Waarom bent u vandaag hier? Het volk ben. Het volk moet hier zo zijn. We voelen het allemaal in onze zakken. En wat me het meeste boos heeft gemaakt vandaag, ik ga horen dat ze Nederland hebben gevraagd voor traangas, voor schilden, weet ik veel allemaal. En dan komt de minister van Ramdien van Volksgezondheid zeggen dat er medicijn tekort is. Waarom heb je Nederland geen medicijn gevraagd? En meneer kan toch niet, kijk hoe hier is afgesloten. Het is onmogelijk om zo te doen. En achter ditzelfde volk liep je. Ditzelfde volk heb je zoveel loze beloften gedaan. Natuurlijk wisten we dat het niet vandaag of morgen opgeruimd zou worden. Dat weten we toch ook. Het volk is ook niet gek, toch? Maar dat we dit komt doen met het volk. Nee, maar meneer, ik heb gisteren een kip gekocht, 300 gulden. Ik ben een gepensioneerde vrouw, ik krijg AOV. Dan moet u zich voorstellen, kip is helemaal luxe geworden. Alles is luxe geworden. Sardine, alles is luxe geworden. En we zijn het volk, we voelen het inderdaad. En ik bedoel van meneer, als je echt zoals je komt op televisie om te zeggen van je bent vader des vaderland en weet ik veel. Spreek je kinderen toe. Weet u, je kinderen kunnen nog zo boos zijn, maar als je ze netjes aanspreekt. Maar altijd komt die man zo met arrogantie, zo arrogant als wat. Waarvoor is dit nodig? In de Bijbel staat er hoogmoed komt voor de val. En dat gaat nou gebeuren. Ik ben gekomen om ook te protesteren. Deze gasten, ik wil helemaal een kilo. Ik ga konden er maar mee tegen. Kijk, het is niet om grappen mee te maken. Het is ernstig. Het is zeer ernstig. Wat ik nu zie is dat de regering het volk helemaal, ik weet niet hoor, maar zo ga je niet meer op mijn mensen. Isabi toch, met je eigen volk. Deze man is geen volkspresident. Hij moet gewoon inpakken. En, ik wil hem nu op dit moment iets zeggen hoor. Echt, klief me ati. Ik kom niet makkelijk in de stad. Ik ben een hardwerkende man. Ik ben al 62 jaar met mijn rokken voor mijn licentie. Dus om de overleving. Trouwens, mijn rokken toch minimaal overleef. Ik wil hem vragen, nu. Laat eens een biezen, hij en Ronnie Brunswick, laat eens een biezen pakken en de situatie laten. Want dan ben ik fokken volk op. Ik kijk, ik keur. Als situatie dat ermee vernietigd zijn, ik keur het af. Ik sta hier met een van de trekkers van het protest. Mevrouw Getrouw, het protest is aangekondigd, het is nu gaande. Ja. Bent u tevreden met het doel wat u wilde nastreven? We zijn tevreden dat we het concept kiesstelsel hebben kunnen indienen, overhandigen aan de voorzitter Marinus B. Ik mag zeggen, de burger die hier aanwezig is voor, om de protestactie te ondersteunen, gedraagt zich keurig. We hebben ook gesproken tegen de mensen die zijn omgekocht of opgehitst of zijn uitbetaald, dat ze stoppen met geweld uitlokken, want daar zijn wij niet voor. U breekt het land af in plaats dat u opbouwt. Maar ik wil wel laten zien dat de regering geen zins van plan is het volk te horen of te respecteren. Want waarop worden wij getrakteerd? Op een peloton aan militaire politieagenten die eigenlijk startklaar zijn om ons aan te vallen. Terwijl er totaal geen aanleiding is gegeven. Als dit het KPS is, als dit de beveiliging is, laten ze dan, want nu zie ik eindelijk politie op straat. Komt er een deel 2 van dit protest? Wij hebben dus het concept ingediend. Er werd gezegd dat het niet zomaar 1, 2, 3 behandeld kan worden. Wij hebben begrepen van diverse juristen van wel. Ze kunnen nu eraan gaan sleutelen. Het kan op de agenda staan. Ze moeten het zeker behandelen. Want we staan er niet voor open dat zaken worden opgeschoven om verkiezingen steeds op te schuiven en uit te sluiten. Dus we kijken wat er gaat gebeuren en zo niet. Dan komen we 31 maart weer met een mededeling en kijken we welke andere vormen van protestacties wij gaan gebruiken.